Willem, voor al die mensen die nu zijn gaan beleggen, wat kopen we? Wat heel belangrijk is om te beseffen, er is een periode voor 2008 en na 2008. Er is een tijdperk voor de crisis en na de crisis. En ik schrijf wel eens dat nu is zwart is wit geworden en wit is zwart geworden. Vroeger waren cash en staatsobligaties waren extreem veilig. Als je geen geld wilde verliezen, stopte je daar je geld in. Dat is nu extreem riskant. Bij cash hoef je maar te denken wat er in Cyprus is gebeurd. En bij staatsobligaties hoef je maar te denken wat er in Griekenland gebeurt. Ik vind wel dat je een beetje overdrijft. Het gaat natuurlijk om een paar landen waar het fout is gegaan. Ja, dat riep je ook voor in 2007, toen mijn eerste boek uitkwam. En toen zei je, Willem is wel heel negatief. Die heeft het over een instortend systeem. En ja, wat dat betreft heb je altijd de roze bril op, Jaap. En dat past goed in de financiële wereld. Nou, dat valt wel mee. Ik zie ook wel de risico's van cash. Het systeem kan altijd in elkaar klappen. En dat zou ook nu weer kunnen gebeuren. Dan moet je tegen indekken, dan moet je vastgoed kopen, je moet hard assets kopen. En dat maakt helemaal niet uit. Of vastgoed dan helpt tegen instorten van het systeem. Als het systeem ploft, gaat natuurlijk alles onderuit. En dat is natuurlijk. Ben je niet je vermogen kwijt? Dat zit veilig in stenen. Als jij als Russische miljonair of miljardair, hè, de helft van je vermogen in vastgoed had gestoken, op Cyprus, gewoon. Hè, Nou, had ik een betere locatie geweten. Als je de helft in vastgoed had gestoken en de helft op de bank had laten staan in Cyprus, was je de ene helft gewoon kwijt. Alle cash is je kwijt. En dat vastgoed staat er nog. Dat is misschien 30% gedaald of 40% gedaald. Ja, en je raakt het niet meteen kwijt als je het zou willen verkopen. Nee, dus je moet nooit al je geld in vastgoed. Je kunt er hoogstens in wonen. Ja. Ik hoor links van mij dus vastgoed, hard assets, grondstoffen waarschijnlijk ook. Jaap, jij zegt iets heel anders. Ja, ik ben een heel ouderwetse belegger. Om twee redenen. A, ik vind dat je goed moet spreiden. Maar dat zijn Willem en ik wel, denk ik, met elkaar eens. Oh, ja. En wat de meeste beleggers niet lukt, en dat zie je bijna altijd fout gaan, ze worden vroeg of laat bevangen door hebberigheid en de gedachte dat ze denken dat ze het kunnen. En naarmate je langer belegt, ik beleg nu sinds mijn 14e, en dat is 45 jaar, heb ik elke keer weer geleerd, je wordt, als je denkt dat je het begrepen hebt, ongelooflijk hard afgestraft. Je voorziet nooit een crisis, niet op het goede moment. Je kunt altijd wel zeggen dat er een crisis komt en die komt ook wel een keer. Je voorziet hem nooit op het goede moment. En als je dan daarop gaat handelen, dan verkoop je bijna altijd de verkeerde dingen. Dus mijn uitgangspunt is en blijft, je kiest een bepaalde langetermijnstrategie. Daar hou je aan vast en de casino keertje ontploffen. Nou, dat herstelt hem weer een beetje. Er zal tussen nu en twee jaar wel eens wat anders ontploffen. Ergens iets uit Zuid-Amerika of de Fed neemt de verkeerde beslissing. Kan allemaal gebeuren. Ik kan het niet voorspellen. En ik moet het dus accepteren zoals het is. Dus spreiding is heel belangrijk. Wilt u thuis nou ook eens zo'n strategie, welke van de twee strategieën dan ook, proberen? Maar wilt u niet het risico lopen om duizenden euro's te verliezen? Dan hebben wij de oplossing voor u. Want dan kunt u meedoen aan ons beleggingsspel. U belegt een ton aan fictief vermogen, maar wel op de echte beurs. Vrachtwagenchauffeur Twan Wink deed dat vorig jaar en won. Je krijgt een fictief bedrag. Met dat bedrag moet je in een hele korte tijd veel geld zien te maken om hoog in het klassement te kunnen eindigen. En dat in het echte leven doe je dat niet zo. Wat voor type belegger bent u? Met een spel agressief. Heel agressief. Het is eigenlijk alles of niks. Hoofdzakelijk sprinters en dan met daarbij opties. En dan liefst op de indexen. Ik heb een paar keer marge gehad dat ik erbij zat, maar ik heb ook vaak genoeg helemaal naast gezeten. Had ik na het einde van de rit nog van die 100.000 fictieve euro's, maar 15.000 over. Je moet aanvoelen, gaat de beurs naar boven of naar beneden toe? En doet die wat jij denkt wat die moet doen, dan kan je grote klappers maken. Aanvoelen of de beurs naar boven of naar beneden gaat. Willem, wat vind je hiervan? Ja, dat is grappig. Dit soort beursspellen zijn natuurlijk altijd heel leuk om te volgen. Maar je ziet altijd de mensen die winnen. Dat zijn inderdaad altijd de enorme gokkers. Die dus positie opbouwen in iets wat eigenlijk heel illiquide is. Of met een enorme hefboom. En als ze dan goed hebben gegokt, dan hebben ze duizenden procenten rendement. Ja, het is een paar jaar geleden zelfs een groep Groningse studenten geweest. Die kocht hele illiquide opties. En die kochten ze dan op de echte beurs. Dus in het papier kochten ze illiquide opties echt ook. Ja. Door die kringen gingen stijgen en dan win je. Maar dit heeft niks met beleggen te maken. Deze man moet gewoon aan de prozak. maar echt, zo wil ik het dus niet hebben eigenlijk. Het is casino beleggen. Ja, deze meneer zegt ook, je moet je gevoel volgen. En ik geloof, wij hadden het er net al kort over.
Volgens mij moet je je gevoel helemaal niet juist gebruiken. Juist niet volgen. Nee. Het is heel interessant dat u dat zegt. Want over dat gevoel gesproken, Willem zei het net al, een van de grootste valkuilen voor particuliere beleggers. En precies daarom hebben wij een opmerkelijke deelnemer aan het beursspel toegevoegd. Een deelnemer die zijn fondsen zonder enige emotie kiest. Hamvraag is, wie presteert beter? De particuliere belegger of deze jongen? Kinderboerderij De Werf is vandaag omgetoverd tot een heuse fondsenarena. En daar is hij dan, Remco, het beursvarken. En zo te zien ruikt hij de appels al. Alle fondsen liggen klaar in de arena. De toeschouwers hebben hun plaats ingenomen. En daar komt Remco. En welke kant zal die opgaan, dames en heren? Richting de aandelen of richting de ETF's? We gaan het nu meemaken. Gaat hij voor EGAS? Ja, ja, ja. Of nee, hij gaat toch voor Agfa Gevaert. Gedecideerd pakt hij de appel van de schaal. En daar gaat hij weer, dames en heren. Het wordt PSI Portugal. En dan nog een aandeel. Netflix en Alibaba. Oh, en Alberts wordt ook gekocht. Hij rijgt ze aan elkaar. Hij is niet te stoppen. Kijk hem gaan, dames en heren. Wordt het KBC? Wordt het KBC? Nee, ja, wordt het KBC? Ja, 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 ja. Hij laat hem liggen. Oh, hij laat hem liggen. De spanning onder de toeschouwers neemt ondertussen toe. En een sprinter. En oh ja, Volkswagen sprinter long in Volkswagen. En natuurlijk als laatste de sprinter short. Welke anders dan? Apple. Uiteraard. Remco heeft beslist. Zijn portefeuille en zijn buikje zitten vol. Nu maar afwachten of hij er daadwerkelijk ook een neus voor heeft. We gaan het zien, Remco. Ja, en zo ziet die aandelenportefeuille van Remco het varken eruit. U ziet hem hier onder meer Alberts, Agfa Gevaert, AkzoNobel, Alibaba, GBL en Netflix. En daar zag ik jouw wenkbrauwen even voor. Hij koopt alleen maar aardjes, hè? 4 van de 6 beginnen met aardjes. Dat zal het criterium zijn geweest. Ja, en dan ga je short in Apple. Dat zou goed kunnen uitpakken, overigens. En ook leuk zo'n belegging in Volkswagen. Maar dit heeft natuurlijk niets met beleg te maken. Dit is entertainment. Ik zou zeggen, mensen, ga het weekend lekker Monopoly spelen met elkaar. Als je wilt beleggen en je wilt voor je oude dag sparen, en dat moeten we steeds meer. Pensioenen stijgen niet, we moeten langer werken. Beleggen is geen spelletje. Beleggen is gewoon bloedserieus. Je moet zorgvuldig met je geld omgaan. Ik begrijp wat je zegt, ja, maar het idee hierachter is natuurlijk, en wij zetten dat even wat vet aan, maar het idee hierachter is dat dit varken zonder enige emotie belegt. Ja. En ik wil van jou weten, Willem, hoe schat jij de kansen van dit varken? Nou, ik denk dat het varken het beter gaat doen dan het gemiddelde van alle beleggers. Ja. Maar er zullen een aantal beleggers zijn die het veel beter gaan doen. En ik ben het niet met Jaap eens, want beleggen mag geen spelletje zijn, zegt Jaap. Beleggen mag heel goed een spelletje zijn, maar besef dan heel goed, en ik adviseer zelfs vaak mensen, hou nou 5% of 10% van je vermogen, als je een beetje vermogen bent, in een soort speculatiepotje, je gokpotje, en ga daar lekker mee. Ga daar lekker gekke dingen mee doen. Dat mag je ook kwijtraken. In plaats van naar het casino gaan. Wat heeft het nou voor zin? Nou, een hele hoop mensen zoeken spanning in hun leven. Ja. En ik zeg wel eens heel generaliserend, sorry, dames. Dames gaan dan soaps kijken en mannen gaan beleggen. Of mannen gaan sport kijken. Maar mannen willen een ander soort spanning zoeken. En als je dat wil doen, maar doe dat dan niet met al je geld. Doe dat met een speculatief portfolio. Ja. Ik hoor hier twee totaal verschillende strategieën. Valt mee, hoor. Wij zijn het veel meer eens dan we voordoen komen. We polariseren een beetje. Ik ben heel benieuwd of jullie het in de praktijk willen brengen. En of jullie de uitdaging aan willen en mee willen doen aan ons beleggen. Oh ja, hoor. Heren, ja? Met een gezonde tegenzin, maar ik zal een portefeuille maken. Mevrouw van de Ven? Mag ik het uitbesteden? En u thuis kunt ook meedoen. Want we gaan het volgen de komende 6 weken. En als u wilt meespelen met dat RTLZ-beursspel, kunt u zich inschrijven op onze site of op onze apps.